Goedenavond. Straks de laatste schreeuw van de leeuw. Maar Per Seconde Wijzer gaat de hele zomer door met vandaag een tweede ronde deze eeuw. En eerst de tweede ronde wetenschap. Ik ben Martin Loosen, ik woon in Den Haag en ik ben werkzaam als projectleider technische automatisering. Met computers was u aan de gang, heeft u vorige week verteld. Ja, klopt. Heeft u thuis ook een computer? Ja. Ja? Zit u dan de hele avond... Nee, maar ik heb een modemverbinding tegenwoordig en dan bezondig ik me er wel eens aan dat ik thuis ook nog werk en inlog op de computer. Maar zit u dan voor uw werk te werken of heeft u daar uw eigen administratie in? Nou, dat heb ik relatief weinig. Ik doe het eigenlijk voornamelijk voor het werk. Ja? Want dat is volgens mij vaak zo, mensen die computers thuis hebben. Dat dan de bedoeling is dat je daar leuke dingen voor jezelf mee gaat doen, maar dan is het terechtkomt. Ja, ik hou er wel wat lijstjes bij op van verjaardagen. Talen, woorden die me opvallen en zo. Ik heb een beetje een taalhobby. Maar voor de rest, nee, eigenlijk heel weinig. Dus u vindt uw werk zo leuk dat u het s'avonds voortzet. Ja. U komt voor de wetenschap. In de tweede ronde zit u. Vorige week ging het betrekkelijk goed. En heeft inmiddels 1200 gulden bij elkaar verdiend. 3 jokers staan klaar als hulp voor 4 vragen. Hier is vraag 1. In het begin van de James Bond film Diamonds Are Forever laten 2 slechterikken een helikopter in de lucht exploderen. Ze prevelden daarbij plechtig: als God had gewild dat de mens kon vliegen, had hij hem wel vleugels gegeven. Maar de volgende 9 vogelsoorten, die weten wel beter. De grote booteend. Kiwi, dodo, emu, pinguïn, casuaris, takahe, de Galapagos aalscholver en de struisvogel. Houdt u van vogels? Ja, ik ben niet echt een vogelaar, maar ik ken er wel een aantal. Dat hoop ik maar, want u krijgt foto's te zien waarbij ik helemaal het zwijgen ertoe doe. U moet ze dus herkennen van de foto's. 1. Dodo. 2. Struisvogel. 3. Pinguïn. 4. Takahe. 5. Galapagos aalscholver. 6. Casuaris. 7. Kiwi. 8. Grote booteend. 9. Dat is de grote booteend. Stop. De laatste was die hele grote booteend. En meteen de vraag: zijn er 6 goed? 1 in elk geval niet. De emu. Want die heeft u niet laten vliegen. Ik neem geen risico. Ik zet 1 joker in. Nou, qua tijd kon het allemaal. En heeft u er nu 6? Dat hoopt u natuurlijk. Ja, dat denk ik. Denk ik wel. Ja. Goed, 9 vogels met vliegangst. Om te beginnen, de favoriete vogel van Boudewijn Bucht is natuurlijk een opgezette, want het probleem is juist dat ze uitgestorven zijn. Ja. De dodo is goed. Dit is inderdaad de struisvogel, waarvan gezegd wordt dat hij onderduikt als hij het allemaal niet meer wil weten, maar dat is een sprookje. Een pinguïn heeft de top van deze berg bereikt. Is goed. De helft is al goed. Van wat u nodig hebt, bedoel ik. Deze niet. Dit is namelijk niet de takahe, maar... Ja, inderdaad. Oh, ja. Kiwi. Ja. Ja. Ziet u het nu? Nu begint het te dagen, ja. Een joker. Van de gelijknamige eilanden, de Galapagos aalscholver, is wel goed. Nou moet er nog 1 goed zijn met 4 kansen. Dit is een emu dus. En dat is familie van de casuaris. Die komt nu namelijk. Dit is ook geen kiwi, maar dit is de casuaris. Leek me ook al niet. Nu nog 2 kansen voor 1 goeie. Dat is niet deze uit Nieuw-Zeeland, de takahe. Nu moet deze wel goed zijn. En dat was een verbetering op het einde. Weet u het zeker dat u goed verbeterd heeft? Ja, dat moet wel. Ja, dat moet inderdaad wel. Ja. En dat is ook zo. Dit is de grote booteend. Gered door de grote booteend. Dat u dat nog eens mag overkomen in uw leven. Hè? Ja. Lijkt me toch een fantastische belevenis. Ja. Goed, nou, allemaal goed gegaan. 1500 gulden inmiddels. Vraag 2. Muisjes, die van de bekende beschuit met, die bestaan uit een anijszaadje omhuld met een laagje suiker. De witte muisjes zijn puntiger omdat ze nog de vorm van het anijszaadje hebben. Bij de roze muisjes zit er meer suiker om het zaadje en dus is de oorspronkelijke vorm verdwenen. De laagjes worden aangebracht in een draaiende trommel. En dit proces, ook toegepast bij pillen en bij kauwgom, heet drageren. Vertel mij wat over beschuit met muisjes. 9 andere productieprocessen. Raffineren, sausen, distilleren, satineren, extraheren,
vulkaniseren, twijnen, repelen en zieden. Dat kan je allemaal doen. Ja. En ik noem nu direct een product, 9 keer, dat te maken heeft met een van deze processen. Ik noem een product en u zegt wat daarmee gebeurt om het goed te krijgen met dat product. En dan vraag ik u welke. Ja. 1, alcohol. Distilleren. 2, vlas. Repelen. 3, rubber. Vulkaniseren. 4, garen. Twijnen. 5, tabak. Sauzen. 6, papier. Satineren. 7, suiker. Raffineren. 8, thee. Extraheren. 9, zeep. Zieden, stop. Productieprocessen. En ook nu moeten er 6 goed zijn. Dat denk ik wel. Ja. Ja, nee, ja, u kijkt me aan alsof ik het niet weet. Ik weet het natuurlijk wel. Door elkaar gehaald, maar... Door elkaar gehaald. Nou, we gaan kijken of iets door elkaar heeft gehaald van deze 9 productieprocessen. De alcohol wordt volop gedistilleerd. Ach, af aan. Goed. Vlas. Dat repelen wij. Ik heb wat afgerepeld in mijn leven. Het is echt enig. En dan krijg je vlas. Rubber, vulkaniseren. Is goed. Garen, dubbele draden maken. Twijnen, is goed. Tabak wordt gesaust. Ja, ik rook niet, maar... Ja. Nee, maar het is toch goed dat gebeurt en dat u het ook wist. Papier, glad en glanzig. Glanzend maken als satijn, satineren, is de 6e goede. We gaan in ieder geval vraag 3 ook doen. Suiker wordt geraffineerd. Thee, het extract van theebladeren, extract extraheren. En zieden, de ziedende bintjes ken ik, maar dat heeft niks met zeep te maken. Het is wel goed. Een joker heeft u verdiend, die u net verspeeld hebt in de eerste vraag, die heeft u nu weer terug. En inmiddels bijna 2000 gulden. Of dat ook 2000 gulden gaat worden, gaat nu blijken in vraag 3. Het kofschip is niet alleen een tweemaster, maar ook een hulpmiddel om een grammaticale regel te onthouden. Een ezelsbruggetje dus. En daarmee wordt figuurlijk bedoeld een brug waarmee onhandige types toch heel huids aan de overkant kunnen komen. Nou, dan is er nog de brug der zuchten, over de brug komen, bridge over troubled water, geen brug te ver, en deze 9 echte bruggen. De Baileybrug, basculebrug, draaibrug, hefbrug, hangbrug, tuibrug, vakwerkbrug, ophaalbrug en pontonbrug. Wist u dat wij zoveel bruggen hadden? Nou, ik heb al die kreten wel eens een keer gehoord. Ik geef geen garantie dat ik ze allemaal uit elkaar haal. Op de foto staan ze en die gaat u zien. Ik vertel er ook iets bij. Ah, dat helpt. Dat hoop ik. Luister goed en kijk goed voor deze 9 bruggen. 1. Beweegbaar met balans bovengrond. 2. Militaire brug met mankracht te bouwen. 3. Ondersteund door opwaartse waterdruk. 4. Horizontaal beweegbaar met rotatieas. Draaibrug. 5. Beweegbaar met contragewicht onder rijvloer. Basculebrug. 6. In zijn geheel verticaal beweegbaar met beperkte... Hefbrug. 7. Rijvloer door kabels verbonden met torens. Hangbrug. 8. Hoofdligger opgebouwd. Vakwerkbrug. 9. Rijvloer verbonden met draagkabel via hangers. Dat is een hangbrug en waar ik hangbrug zei was tuibrug. Stop. Laatste, volgens u de hangbrug en waar u de hangbrug zei, werd het een tuibrug. En als we dat allemaal hebben... Dan hebben wij heel wat bruggen gezien. En moeten er 6 goed zijn. Dat denk ik wel. Viel het mee toen u ze zag? Of? De omschrijving en de plaatjes samen, dat hielp. Ja. Nou, dat was ook de bedoeling. Ja. Bruggen genoeg dus en dan moeten er 6 goed zijn. Dit is in Gorinchem een ophaalbrug. Zoals we er wel meer hebben in Nederland en dat is goed. Militairen kunnen vrij snel een Baileybrug bouwen. Goed. In Meerkerk, er is nog maar 1 in Nederland, de pontonbrug. De helft is al goed. Horizontaal beweegbaar met rotatieas, zei ik. Te Gouda deze draaibrug. Is goed. Beweegbaar met contragewicht onder de rijvloer. Deze is te vinden in Miami, de basculebrug. 5 goed al. En dit hele gedeelte kan dus omhoog en omlaag.
En dat is inderdaad de hefbrug. Dat is heel goed. Ja, met kabels verbonden, met ja, tui, dus de tuibrug. Deze is de Willemsbrug, hè, in Rotterdam. Dan de hoofdligger, opgebouwd uit drie hoeken. In Deventer heb je zo'n vakwerkbrug. En de laatste, er wordt er nu in Japan ingemaakt van wel 2000 meter. Dat is deze niet, deze hangbrug. Maar ze zijn allemaal goed. Dat is mooi. Over de brug bent u. En 2400 gulden, de laatste vraag van vandaag. De hoogste berg van Alaska, wat trouwens ook de hoogste berg van heel Noord-Amerika is, kreeg van de Indianen de naam Denali. En dat betekent de grote of de hoge. Veel later werd Alaska Amerikaans en een landmeter die het nieuwe land in kaart bracht, die stelde voor om de berg McKinley te noemen, naar een politicus die hij wel aardig vond. Nou, die twee namen worden nu door elkaar heen gebruikt voor dezelfde berg. Het gaat nu over bergen. Montpellier, Popocatépetl. Er is een hele discussie over hoe je dat uitspreekt, maar ik houd op Popocatépetl. Elbrus, Ararat, Rakaposhi, Mount Logan, Annapurna, Aconcagua en de Kilimanjaro. Ik noem direct de landen en de streken waar deze bergtoppen te vinden zijn. En u moet zeggen welke bergtop waar ligt. Ik zal het proberen. Dat op zijn minst. Ja. Ja, er zijn er een paar waarvan ik denk, nou, die kon ik wel eens door elkaar halen. U heeft 94 seconden. Althans, voor vandaag is dat de tijd zat. Jokers kosten, zoals u weet, 16 seconden per stuk. Maar ik kan me voorstellen dat u daar niet op let. Maar u kunt wel rustig nadenken, maar ook weer niet te rustig. 1. In Nepal, in de Himalaya. De Kilimanjaro. 2. Argentinië, in het Andesgebergte. De Mont Pelee. 3. Hoogste berg van Afrika, in Tanzania. Mount Logan. 4. In Georgië, in de Caucasus. Ararat. 5. Actieve vulkaan in Mexico. Popocatépetl. 6. De berg in Turkije waar Noach strandde. Elbrus. 7. Op Martinique werd in 1902 de hoofdstad Saint-Pierre verwoest door een uitbarsting van Aconcagua. 8. In India, in Kashmir. Annapurna. 9. In Canada, in de Rocky Mountains. Dat is Mount Logan en waar ik Mount Logan zijn Rakaposhi. Stop. Poeh. Bergtoppen. Maar haalt u de topper mee? Ik zet voor de zekerheid 2 jokers in. Daar gaat de eerste en dan gaat de tweede. Ja, meer kan ook niet, als u het al zou willen. Want daar heeft u precies 1 seconde tekort voor. 2 zijn er nu goed. Zijn er nu nog 4 mooie namen voor hoge bergen goed gegaan? In Nepal, in de Himalaya, 8091 meter hoog, is de Annapurna en niet de Kilimanjaro. Daar komt de joker. Argentinië, in het Andesgebergte, de Aconcagua. Goed, van die joker zijn we maar af. De hoogste berg van Afrika in Tanzania, de Kilimanjaro is dat natuurlijk. Ja, zeg ik natuurlijk, maar ja. Geen joker meer. In Georgië, in de Caucasus, Elbrus. De actieve vulkaan in Mexico, Popocatépetl. Die is goed. Nog 1, 2, 3, 4 kansen, er moeten nog 3 goed zijn. De berg in Turkije waar Noach strandde, Ararat. Nee. Op Martinique werd in 1902, zei ik nog, de hoofdstad Saint-Pierre verwoest door een uitbarsting van Montpellier. Ach ja, ja, Frans. Ja, in India, in Kashmir, Rakaposhi en in Canada in de Rocky Mountains. Dat was nog een goede verbetering, Mount Logan, maar dat helpt u niet. Nee, dat is jammer. Deze bergen, om maar meteen een cliché erin te gooien, waren te hoog. Dat is jammer, maar ik vond het heel leuk om mee te doen. Er zitten er een paar bij die echt heel lastig zijn, maar sommige met name kan je nog iets combineren in landen, dacht ik. Achteraf vind ik het inderdaad heel stom dat met dat Martinique, dat ik daar niet op dat mond ben gekomen. Ja. Dat was een duidelijke
duidelijke verbinding. Ja. En ik ben nogal metalen, dus dat valt me wel tegen van mezelf. Maar voor de rest, ik vond het heel leuk om mee te doen. Ja, nee, dat zal best. Dat siert u ook, maar dat helpt u op dit moment niet. Nee, dat vind ik ontzettend jammer. Want u was net gekomen, en, maar ja, meer jokers had u ook niet meer kunnen inzetten. Dus dat had vanwege de niet tijd niet. Nee. Nou goed, eervol ten onder. U krijgt in elk geval het fameuze en felbegeerde klokje. Daar wordt om gevocht, hoor. Ja. Ja. Dank u wel. Alsjeblieft. En natuurlijk, hoe heet die bonnen? Bonnen om een avond uit te gaan? Theaterbonnen? Juist, dat zijn het. Die krijgt u natuurlijk ook. Ik wens u daar veel plezier mee. Dank u wel. Het is jammer dat het misging. Maar er komt nog een speler, gelukkig. Misschien gaat het er beter mee, ik hoop het. Mijn naam is Henry van Asselonk. Ik woon in Sint Pancras en ik ben milieubeleidsmedewerker. Bij de Hoogovens heeft u vorige week verteld. Ja. Welkom. Heeft u milieukunde gestudeerd of zoiets? Nou, in feite ben ik daar op dit moment mee bezig. Ik heb vroeger geschiedenis gestudeerd, dus dat is een heel ander vak. En dan word je automatisch milieudeskundige van Hoogovens als je geschiedenis studeert. Ja, dat moet dan kunnen. Ja. Hoe komt dat? Nou, dat is een heel moeilijk omscholingsproces geweest. Ik heb een tijdje lesgegeven en op een gegeven moment ben ik afgevloeid op die school. En ben ik me opnieuw gaan oriënteren op wat anders. En via ben ik in het bedrijfsleven terechtgekomen. En binnen het bedrijfsleven in het milieu. Een wonderlijke carrière. Ja, vind ik ook. Ja. Maar vindt u nu dit leuker als lesgeven? Ja, dit is afwisselend in ieder geval. Lesgeven is weer een heel ander vak. Op zich heeft het ook heel boeiende kanten, maar... Ja. Nou, wonderlijk. Ja. U doet iets aan milieu, u heeft geschiedenis gestudeerd en u speelt in deze eeuw. Ja. Om het maar kort samen te vatten. En dat ging vorige week vrij goed. Zoals u ziet, 1240 gulden. Ook voor u drie jokers voor de vier moeilijke vragen die gaan komen. Hier is vraag 1. De komiek Coluche, die zorgde begin jaren 80 regelmatig voor opschudding. Hij had zich kandidaat gesteld voor de Franse presidentsverkiezingen. En liet zich voor de affiches naakt fotograferen. Toch was hij meer dan de zoveelste stuntkandidaat. Hij richtte een keten van goedkope restaurants op voor daklozen. En speelde ook rollen in serieuze films. En voor één kreeg hij in 1984 een Oscar. De vraag gaat over 9 Franse filmsterren. Daar staan ze. Jean-Paul Belmondo, Jean Gabin, Philippe Noiret, Michel Piccoli, Fernandel, Gérard Depardieu, Yves Montand, Alain Delon en Louis de Funès. U zit heel rustig te kijken, zo van, oh, die ken ik allemaal. Ja, de meeste wel. Oh, mooi, want foto's gaan we zien. En het is natuurlijk de bedoeling dat u, zonder dat ik verder ook maar iets zeg, de juiste foto bij de juiste naam brengt. Uitstekend. 1. Yves Montand. 2. Gérard Depardieu. 3. Jean-Paul Belmondo. 4. Louis de Funès. 5. Philippe Marin. 6. Alain Delon. 7. Jean Gabin. 8. Michel Piccoli. 9. Fernandel. Stop. U wist dat die eerste 8 goed waren, zeker? Nou. Dat u meteen... Het zat er wel dik in, ja. Denk, laat ik eens haasten. Ja, nee, u hebt groot gelijk. Haast is immer geboden en zeker in dit spel. 9, moet ik nog vragen of u een joker... Nou, laat ik dat niet doen. Nee, dat vermoed ik al. Daarom stelde ik al bijna de vraag niet eens meer. Franse helden van het witte doek, zo heet dat dan, hè? Dat moet ik dan altijd zeggen, en dat doe ik ook dan. Yves Montand is de eerste, is goed. Gérard Depardieu, de tweede goeie. Ik ga er niet alles bij vertellen over allemaal films, want volgens mij, of je kent ze niet. Jean-Paul Belmondo, de derde goeie. Louis de Funès is goed. Philippe Noiret, de vijfde goeie. En 6 is inderdaad Alain Delon. Is goed gegaan. En de laatste 3. Jean Gabin, inderdaad. Michel Piccoli, ik ga net zo snel als u nu. En de laatste, Fernandel. Dat is hem echt, die mogen we nog even langer zien, want die sloegen we net bijna over. Allemaal goed, joker verdiend. Voortreffelijk, heel goed begin. Dat geeft ons weer moed voor vraag 2. De familie Roosevelt is in Amerika net zo'n begrip als de Kennedys. Franklin D. Roosevelt werd als enige Amerikaan 3 keer president. Hij trouwde met zijn nicht Eleanor Roosevelt. En die was weer de nicht van Theodore Roosevelt. Eleanor en Franklin werden legendarisch door hun praatjes bij het haardvuur. Gesprekken die op de radio werden uitgezonden en die er mede voor zorgden dat Amerika weer moed kreeg om zich uit de crisis op te werken.
Over Roosevelt gaat de vraag. 9 namen die met zijn leven in verband staan. Truman, Washington, Cairo, New Deal, Yalta, Hoover, Atlantic Charter, Tammany Hall en New York. Ik geef omschrijvingen of zinnen die u aan moet vullen. In elk geval, u moet daaruit begrijpen welk woord, welke naam van de lijst wij op het oog hebben. 1. Roosevelt werd in 1910 gekozen tot senator van de staat New York. 2. Bestreed met succes de corrupte politieke organisatie Tammany Hall. 3. Tegenkandidaat in 1932 bij verkiezingen Hoover. 4. Maatregelen in 1933 tegen economische crisis New Deal. 5. Hier hield hij quarantaine speech tegen Amerikaanse neutraliteit Cairo. 6. Ontwierp met Churchill voorloper Verenigde Naties onder de naam Atlantic Charter. 7. Ontmoette in 1943 Chiang Kai-shek en Churchill in Cairo. 8. Topoverleg in 1945 met Stalin en Churchill in Yalta. 9. Opvolger was de vicepresident Truman. En wat ik in New York zei is Washington. En waar ik de eerste keer Cairo zei, dat moet New York zijn. Stop. Op dit soort momenten begint het mij altijd enigszins te duizelen. Maar anderen gelukkig niet, zodat die dat allemaal goed kunnen verwerken. En dat u ook direct bij de antwoorden uw eigen antwoord krijgt. En zijn er dan 6 goed? Ja, er zijn er 6 goed. Ja. Allemaal heel leuk om te weten voor de bewoners van de Rooseveltlaan, deze vraag. Om te beginnen. Hij werd in 1910 gekozen tot senator van de staat New York. Dat zei u volgens mij oorspronkelijk goed, als ik me goed herinner. En toen ging u een beetje lekker knoeien. Bestreed met succes de corrupte politieke organisatie Tammany Hall. Die juist was opgericht om dat allemaal niet corrupt te laten zijn. Goed antwoord. Tegenkandidaat in 1932 bij de verkiezingen was de Republikein Hoover. Dat is goed. Maatregelen in 1933 tegen de economische crisis, de New Deal, 3 goed. In Washington hield hij de quarantaine-speech tegen de Amerikaanse neutraliteit. Dat is dus ook niet goed. Ontwierp met Churchill de voorloper van de Verenigde Naties onder de naam Atlantic Charter. Dat is wel goed en dat gebeurde op het oorlogsschip de Prince of Wales in 1941. Dan ontmoette in 1943 Chiang Kai-shek en Churchill in Cairo. Dat was goed, ja. Die is correct. Ja. En Stalin en Churchill en Roosevelt kwamen samen in Yalta. Ja. En dat is zo berucht. En dat maakt ook dat u er in ieder geval 6 goed hebt. Mooi. Het was wel een beetje link hoor, die veranderingen. Vond ik zelf althans. Opvolger was de vicepresident toen Roosevelt plotsklaps overleed. Truman, die is ook nog goed. U had hogere verwachtingen na die verandering? Escape. Nou, ik dacht dat het andersom moest, maar nee. Ik wist het niet. Het is, ja, iedereen mag hier op zijn manier spelen, maar het is soms een beetje link hoor, dat soort veranderingen. Als je niet precies meer weet wat jij aan het veranderen bent, want dat idee heb ik dan. Nou, ik wist niet precies wat het antwoord was, dus precies, dat had inderdaad net zo goed andersom kunnen zijn. Dus, nee. Nou goed, het is allemaal goed afgelopen. Precies. Dus we gaan rustig naar vraag 3. Automerk Bentley was in 1929 de absolute topper bij de 24 uur van Le Mans. Op het laatste rechte stuk voor de finish lagen de 4 Bentleys zelfs zo ver voor dat de coureurs hun wagens aan de kant zetten, uitstapten en gingen vergaderen over wie van hen de wedstrijd mocht winnen. Tot ongenoegen van de Italiaan Bugatti, die de modellen afschuwelijk vond. Hij feliciteerde Bentley met proficiat. U bouwt de snelste vrachtwagens ter wereld. 9 automerken. De Jaguar, Rover, Porsche, BMW, Ferrari, Mercedes, Maserati, Alfa Romeo en de Saab. Ik ga niet vragen wat voor auto u heeft, maar trekt een van deze exemplaren u aan? Nou, ik zou er wel eentje kunnen uitzoeken, ja. Flink sparen, zou ik zeggen. U ziet 9 autovignetten, waarvan wij natuurlijk even de naam verwijderd hebben, voor zover die in dat merkteken, in dat vignet voorkomt. En dan moet u dus, zonder dat ik er verder iets bij vertel, herkennen om welk automerk het gaat. Ja. 1. Mercedes. 2. Ferrari. 3.
Saab. 4. Maserati. 5. Alfa Romeo. 6. Rover. 7. Porsche. 8. Jaguar. 9. BMW. Stop. Ja, ik doe het weer. Hè? Ja, ik doe het weer. Er is als iemand. Kort geleden is dat rampzalig nog verlopen. Die de laatste vraag niet helemaal liet afmaken. Waardoor die daardoor de mist in ging. Maar goed, u zag nog net op tijd, hoop ik, dat het allemaal. Ja, het is, klopte het wat u wilde zeggen. En zijn er dan nu ook zeker 6 goed? Denk het wel. Ja. Ik heb liever dat u het zeker weet, heel gezegd. Maar nou, dat duurt even, dan weet ik het zeker. Nee, ik denk het wel. Oké. Okay. 9 patserauto's, mag ik dat zeggen? Nou, de meeste wel, volgens mij. De Mercedes is goed. Dit, ja, kijk, het staat erbij, dus ik hoef er niks meer bij te zeggen. Een Ferrari. Dit is het kenmerk niet van de Saab, maar van de Rover. Niet Maserati, maar de Saab. Gaat u er nog 6 halen? Nou, het wordt nou spannend. Alfa Romeo. Dat klopt. Mm-hmm. Verwisselt dus. Dit is de Maserati. Porsche. Dat is goed. Staat erbij. Jaguar. Was niet de moeilijkste die erbij zat. En de laatste BMW. Ja. Ja, volgens mij deed u zekerder dan u op grond van de uitslag mocht zijn. Maar dat... Nee, dat zonder meer. Of had u gewoon lekker geteld en dacht nou 6? Nee. Ik had toch gedacht dat ik er meer goed zou hebben dan 6. Dus... Nee, het is op een nippertje. Doe toch voorzichtig. Ja. Met die auto's ook vooral. Oké, de laatste vraag. Hij weeft zijn spelfiguren tot een volmaakt geheel. Als een Rembrandt het penseel. Kan hij de bal besturen, die kleine Arnold Muren. De laatste regels van een lofzang van de Twentse dichter Willem Wilmink op deze Volendammer. Arnolds broer Gerry was een minstens even goede voetballer. Maar jammer voor de broertjes dat ze nooit samen in het Nederlands elftal speelden. En dat zal ook niet meer gebeuren. Over 9 voetballende broers gaat de vraag, maar hier zijn eerst hun clubs. Dit zijn dus allemaal voetbalclubs. Zullen we eens even doornemen. Maar Ajax, Twente, Fortuna, Heerenveen, de Eagles, Willem II, Graafschap. God, dat lijkt wel een ranglijst. Veel Sparta ook, veel Feyenoord. Excelsior, Barcelona 2 keer en PSV. Wat wil nu het geval? Wie niks van voetballen weet, snapt hier ook volgens mij niks van. Er zijn broertjes, die bestaan. En die voetballen soms bij dezelfde, namelijk in 1 keer bij Sparta. En in andere gevallen bij verschillende clubs. Ja. Ik noem dus steeds 2 namen van broertjes. En u zegt welke 2 clubs daarbij horen. Ja, akkoord. Het is een beetje een mannenprogramma, hè? Met auto's, voetballers. Ja, nee, we gaan lekker door. Ja? Ja. 1. Rob en Richard Witsche. Feyenoord, Barcelona. 2. Frank en Ronald de Boer. Ajax Twente. 3. Ronald en Erwin Koeman. PSV Barcelona. 4. Gaston en Gilbert Taument. Feyenoord Excelsior. 5. Gerard en Dennis de Nooijer. Sparta. 6. Ruud en Danny Hesp. Fortuna Sittard Heerenveen. 7. Peter en Arno Hofstede. Go Ahead Eagles Willem II. 8. Edwin en Mark Overmars. De Graafschap Willem II. 9. John en Edward Metgod. Feyenoord Sparta Stop. Dat waren dus de voetballers en de clubs zoals het afgelopen seizoen hebben gespeeld, bij de clubs die ze hebben gespeeld. Heeft u er 6 goed? Ik durf het bijna niet meer te zeggen, maar nee, ik denk dat ik er wel 6 goed heb. Ja. Nee, als het goed is, is het goed. Ik bedoel, ze moeten het vooral durven zeggen en alle jokers mogelijk bewaren voor een volgende ronde. Maar of dat ook gaat lukken, gaan we nu zien. De 18 voetballers. Rob en Richard Witsche van Feyenoord en Barcelona. Dat is goed. Frank en Ronald de Boer, ooit samen bij Ajax, nu bij Ajax en Twente, is goed. Ronald en Erwin Koeman. Tja, Barcelona en PSV. De gebroertjes Taument. Een heel succesvol vorig seizoen bij Feyenoord en Excelsior. Gerard en Dennis de Nooijer, dat zijn de enige 2 die bij dezelfde club speelden. Sparta en Sparta dus. Ruud en Danny Hesp van Fortuna en Heerenveen. Dat is de 6e goeie, gefeliciteerd, want u kan een 3e ronde gaan spelen. Peter en Arno Hofstede, die zijn van de Graafschap en Willem II. De helft was goed, maar dan telt hij toch niet. Edwin en Mark Overmars, die zijn van Go Ahead en Willem II. Ja.
bij elkaar was het bijna één goeie, maar zo gaat het toch niet hier. En John en Edward Metgod, dat was niet de moeilijkste. Dat wist u als voetbal. U bent een voetballiever in elkaar. Het was goed, Feyenoord en Sparta. Ja, ik twijfel inderdaad nog even met die Willem II spelers, maar ja. Nee, dat was allemaal goed. Dat was echt voortreffelijk. U heeft 2690 gulden. De helft is 1345 gulden, ja. En die mag u meenemen. Nou, ik ga toch liever nog even door. Op voor een derde ronde. Ja. U begint aan die derde ronde volgende week met 5 jokers, want u krijgt er 1 bij. Ja. U heeft veel seconden vandaag ook weer overgehouden. Ja. Wordt het misschien nog meer dan een derde? Nou ja, daar kunnen we allemaal niet over praten, want je weet niet wat er allemaal gebeurt. En bij wijze van uitzondering vandaag een derde speler. Bob de Roy. Heeft u ook een beroep? Een bejaarde entertainer. En waar woont u? Rotterdam. In Rotterdam. Zuid. Ja, en derde speler, maar we hebben nu even geen tijd meer. Tuurlijk. Eerst even de ster. Tuurlijk.